Dames en heren, wij zijn op dit moment in Italië aan het genieten van wintersport. Maar jullie kunnen gaan genieten van de vlogs, maar ook van deze geniale video waarin Myron Fortnite speelt. En dit is de allereerste keer ooit voor Myron dat ze Fortnite speelt. En ik vind het serieus echt briljant. Ik vind het geniaal. Myron heeft eigenlijk ook al gezegd dat ze vaker Fortnite wil gaan spelen. Maar ja, er is nog een lange weg te gaan. Veel verbeterpunten, maar... het is in ieder geval hilarisch en dat is sowieso belangrijk. Dus ga genieten van deze video. Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog als je Myron vaker Fortnite wil zien spelen. Ik lach hem helemaal stuk. Ik ga oefenen, jongens. En dan over een maand of zo, dan gaan we weer een video opnemen. En dan, als ik dan 3 kills maak. Laten we eerst maar even rustig kijken naar Victory deze Victory Royale! Ik heb dit nog nooit gedaan. Heb je dat nooit gedaan? Nee. Oké, nou, dat wordt interessant. Je moet ook de keys uitleggen. Oké, dus je hebt zeg maar gewoon lopen, WASD. Ja. Ja, en dan heb je gewoon control is rennen. Oké. En dan heb je spatie springen. Kijk, dus dan kan je gewoon zo heen en weer. En dan kan je gewoon voor, links, rechts, achter. Dan kan je springen met spatie. Dan kan je rennen met control als je die ingedrukt houdt. Mm-hmm. En als je indrukt en je houdt C in, dan kan je sliden. Ja, je kan vet ver sliden. Oh mijn god, ik dacht dat we heel even konden sliden. Maar dat kan... boy, yo. Je kan echt vet lang sliden. Oh, daar is meteen al iemand. Nee, dat is... oh. Helemaal rechts onderaan. Via. Ga daarmee. Druk nu maar eruit? Weer. Nee, weer M. Ja, en dan kan je nu naar rechts kijken. Kijk, en dan zie je daar waar je heen moet. Dan moet je nog even wachten. Dan kan je straks op spatie drukken en dan kan je erheen. Oh, en dat grote standbeeld wat je daar ziet is geloof ik de Rock. Moet ik nu eruit? Ja, doe maar spatie. En W ingedrukt houden, hè. Dus je moet altijd onthouden WASD. Ik zal het wel even makkelijker maken voor je. Ik kan mijn toetsenbord instellen dat je zeg maar alleen WASD ziet. Dat alleen dat licht geeft. Dan druk maar gewoon spatie nu. 1 keer spatie. En dan gewoon W ingedrukt houden naar voren. Kijk, en ik doe meestal gewoon ietsjes meer zo terug. Kijk, dan kan je ietsjes meer genieten van de map. Anders dan zie je alleen maar zeg maar de wolken als je naar boven gaat. Ja. ik heb dan al juist het gevoel dat ik al ga dalen, snap je? Nee, maar dat maakt nu niet uit. Hoe ga ik nu dalen dan? Dan moet je weer spatie indrukken. Ah, dan ga ik naar beneden. Ja. Moet ik gewoon hier ergens landen? Ja, land maar bij een mooi huisje, waar je wil. Dan, Dus dan spatie klikken? Nee. Nu is het gewoon naar beneden zo gaan. Duurt eventjes, maar... als je weer naar voren wil gaan, doe je weer W ingedrukt. Zie je? Oké, land maar op dat wapen daar. Dan druk je waar op F. Waar is het wapen? Oh, daar. Oh, ik zag het niet. F. Ja, en als je nu 1 keer scrolt, zie je, dan heb je, je bent level omhoog. Ja, en dan zie je daar een ammo box, die kan je ook pakken. Waar? Dus dan moet je naar achter lopen. Kijk, en dan hou je F ingedrukt. Dan kijken ze achter je. Oh, dat duurt wel lang. Kijk eens achter je, die muis schuift helemaal zo. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, nee, dat doe je goed. Dan pak die ammo omhoog. Nou, ga maar even in het huis lopen en ga maar even... Hoe ga ik hier naar binnen? Gewoon hier. Kijk, nu kijk je heel erg weer omhoog. Zie je dat? Ja. Je kan beter zo kijken, ja. Oké, nou, dan pak je die shotgun met F ook weer en de ammo ook. Ja, je vindt het wel spannend om een wapen op te pakken. Ja, ik zou dit zo spannend vinden als ik dit zou spelen. Nou, heb je weer een wapen, dan loop je nu voorbij. Dat kan je ook halen. Terug. Huh? Je liep een wapen voorbij. Oh. Yo, ik kan me niet voorstellen dat Myron nu gewoon serieus is. Hè? Want ik game al sinds dat ik klein ben. Maar Myron ziet het echt niet. Nee, ik heb dit nog nooit gespeeld. Oh, kijk, daar zie je een kist. Waar? Daar, zag je dat? Nee, rechts. Kijk, daarboven. Nee, links. En dan daarboven. Links. Hier links. Stoppen. Rechts. Ja? Rechts kijken. Rechts. Daarboven. Hallo. Loop terug. Oh my. Ik zie het niet. Loop nu naar links. Daarin. Ja! Oh, daar. Wat moet ik nu doen dan? Ja, druk maar op 1 en sla dat ding maar weg. Ja, goed zo. Kijk, snipertje. Van alles pakken toch? Ja, en druk maar 1 keer op X. X. En dan druk je 1 keer op linker muisknop. Kijk, dan ga je lekker een potje drinken. Meestal moet je eerst 2 kleine doen en dan 1 grote, maar niet. En nu, hoe krijg ik nu mijn gun weer? Of 2 drukken of scrollen. Ja, goed zo. Ja, dat is een tent. Die heb ik niet nodig. Knoll power. Oké, duidelijk. Wat is dit? Dat is gewoon een steen. Die kan je oppakken en dan kan je 3 keer iets bouwen. Zal ik gewoon hierboven gaan zitten en dan kijken of ik iets zie? Nou, we moeten sowieso. Wat is dit? Weer wapens. Ja, maar je kan ook gewoon, die hoef je niet te pakken. Nu heb je 3 shotguns, of 2, maar dat maakt niet uit.
Maar sowieso, als je dat ziet in je dingen, zeg maar, dan zijn ze aan het vechten. Ja. Aan de rechterkant. Dus nu voor jou, ergens achter, zijn ze aan het vechten. Maar je ziet daar weer een kistje. Weer omhoog. De trap omhoog. Je ziet daar een kistje. Rechts van je. Okay. En dan sla je nu met één. Oh, dat hoor op je het bed. Ook. Ja, dat hoor je ook. En dan sla je op het bed. Ja. Okay. En dan pak je die en dat ijzer en dan is het wel prima. Dat wapen heb je al namelijk. Oké, heel even op M drukken. Even kijken waar we heen moeten. Oké, dan zet je even een klikje met linkermuisknop hier op die rand. Ja, en dan weet je dat je daarheen moet. Oh, er is iemand bij je. Pak je shotgun maar op 3. En als hij komt, dan moet je op hem schieten. Als het goed is, is hij in de buurt, want je ziet die voetstapjes rechts. Ja, dus hij komt niet hier naar binnen. Ja, hij komt dan waarschijnlijk naar binnen. Nu hoor je hem niet meer. Hoe buk je met C? Hoef je niet ingedrukt te houden, kan je gewoon één keer drukken. Anders dan, Dit is sowieso stream sniper dan toch? Anders dan gaat hij nu niet stilstaan. Dat hoeft niet, daar kan je ook gewoon... daar kan je niet echt gehoord hebben eigenlijk, ik heb niet echt veel gedaan. Oké, dus ik ga nu gewoon naar hem toe? Ja, doe maar gewoon. Ik ga maar gewoon naar buiten. Weer C? Ja, dan kan je gewoon rennen. Knol power. Oh, ik schrok gewoon van Thijs. Nou, Cobra is gekillt. Ik klikte niet eens. Ik klikte niet eens. Ik schrok zo. Je schoot. Ik klikte niet. Jawel, je klikte. Je schoot met je shotgun. Oh, ik schrok zo erg. Ja, dat had ik door. Hoe kun je schrikken van je eigen schot? Oh, daar loopt iemand. Druk maar op 2. Nee, op 2. Druk maar op 2. Ja, en ga mijn rechtermuisknop ingedrukt houden. En dan probeer maar op hem te schieten als waar je hem ziet weer. Ja, hij is nu waarschijnlijk daar achter die auto, ja. Loop maar een beetje ietsjes dichterbij. Ja, gewoon langzaam zo erheen lopen. Prima. Als je een kill maakt... Oh, daarachter loopt hij. Zie je daarboven? Ja, goed zo. Ja, oh, ingedrukt houden. Rechtermuisknop ingedrukt houden. Dit is linkermuisknop. Oh, rechts. Oh, rechtermuisknop ingedrukt houden. Je moet even lopen, hè? Nee, naar rechts juist, anders zie je hem niet meer. Ja, maar ik dacht, dan schiet hij op mij. Ja, en schiet er weer. Ja, gewoon klikjes. Kom op, schat. Oh! Yes! Oh mijn god! Yes. Oké, okay, rennen, gaan. Control, hè? Oké, ja. En er ligt een pot, maar die laten we gaan liggen. Want we moeten gewoon rennen voor die cirkel, want anders gaan we dood door de cirkel. GG, dames en heren. Boom. We moeten hier omhoog. Hé, hey, wat is dat? Een laam? Een kip? Huh? Ja, dat is een kip. Die kan je killen en dan krijg je kip en dan geef je HP. Maar dat heb je niet nodig. Oh, ja, pak maar zijn spullen. Loop er maar overheen. Ja, en ook over de steen en dat ijzer. Ja, en loop maar verder. Prima. We doen even geen item switchen. Moet ik hier langs? Ja, en dan klik je, wacht maar als je bij die paal staat. Ja. Ja, ietsjes verder. Oh, ik ga je even snel helpen. Oh, hoi joh. Kijk, ik help je even snel, anders ga je dood. Even snel. Zo, en dan kan je even snel gliden. Ik heb ook bijna geen ammo meer trouwens. Zoveel op hem geschoten. Ja, je hebt best wel veel op hem geschoten, ja. Dat is prima. Daar zijn ergens mensen dus. Daar zie je die schoten van. Ja, je zit in een storm, maar dat doet nu nog niet zoveel damage. Dit ook niet. Kijk, nu kan je het weer zelf. Oh, nu zit je gewoon heel even in de cirkel. Maar je hebt al 1 kill, dus ik ben echt al super trots. Nee, dat was wel het doel, hè? Dat was het doel al, zeker. Waar kan ik nu het beste heen gaan? Hier gaan we naar de camper. Kijken of daar spullen zijn. Kijk maar hier binnen. Wat zit daar binnen? Dit is ammo, toch? Ja, dat is ammo. Kijk maar of iemand thuis is. Helemaal bukken ook. Oké, okay, ze zijn daar aan het vechten, daar verderop. Dus ik kan wel even in de verte kijken, rechts. Nee, dat is voor je, rechts. Die schoten komen van, ja, die komen van daarachter. Ah, laten ze daar maar vechten, joh. Geen probleem. Hoef jij je niet mee te bemoeien. Nee, maar dit is een shotgun, dus dat ga je nooit redden. Ja, dan moet je even dit doen. Deze? Ja, rechtermuisknop. Oh mijn god, schat, als je deze doet. Ietsjes hoger, want hij heeft bullet drop. Ietsjes hoger. Oh, rechtermuisknop altijd ingedrukt houden, schat. Ik weet niet. Rechtermuisknop, ja, hij is aan het laden, rustig. Rechtermuisknop? Nee, nu schieten. Ietsjes hoger, want hij heeft bullet drop. Dus dat betekent dat als je schiet, gaat die bullet naar beneden. Oeh, bijna. Oh, heel close. Oh, hier is iemand links van je.
Hey, 19e. Let's go, schat. Hey, GG in de chat hoor, mensen. GG in de chat. Eerlijk is eerlijk. Dit was echt super knap. Ja, ik moet het wel. Ik vind het wel leuk. Ik moet dat even blijven oefenen. We hebben wel veel oefening nodig. Ja, maar het hoeft er ook niet goed te worden als ik maar een beetje iets kan. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze Fortnite game video. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn gamekanaal hier beneden. En zoals we al zeiden, wie weet binnenkort meer Fortnite video's. Sowieso voor mij, misschien ook met Marvin. Peace!